Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Laura van liefdevoorbakken.nl en vandaag gaan we een bananenbrood bakken. Kijken jullie gauw mee? Wat heb je nodig voor dit recept? 4 bananen. 3 eieren. 180 gram bloem. Een half zakje bakpoeder. Een snufje kaneel. Een theelepel vanille-extract. 100 gram dadels, ontpit. En een handje ongezouten noten. Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet je cakeblik in. Doe hier een stukje bakpapier in. Als je wil weten hoe ik dit doe met dit bakpapier, dan kan ik daar wel een keer een apart filmpje van opnemen. Ik vet ook altijd nog even het bakpapier in, zo weet je zeker dat je bananenbrood straks goed uit de vorm komt. Doe je bananen in een kom en prak deze fijn. Rijpe bananen werken het allerbeste. Die prakken het makkelijkst en geven het meest smaak. Maar mocht je deze niet hebben, dan kun je natuurlijk ook gewoon een banaan pakken. Ik heb voor dit recept 4 kleine banaantjes gebruikt. Mocht je nou alleen maar grote bananen hebben, kies dan voor 3 bananen. Voeg hier de bloem, het half zakje bakpoeder en de eieren aan toe en mix dit goed door elkaar. Hier mist per ongeluk een stukje van de video. Ik denk dat ik met het opnemen vergeten ben om de camera aan te zetten. Maar wat ik heb gedaan is de dadels heel fijn hakken en deze heb ik samen met de kaneel en de vanille-extract toegevoegd aan het deeg. Dit mix je er kort even door. Dan hak je de noten iets grof en voeg je ook deze toe aan het mengsel. Deze roer ik er even door met een pollepel. Dan doe je je deeg in het cakeblik. Bak je bananenbrood ongeveer 50 minuutjes in het midden van de oven. Als je zeker wilt weten of je bananenbrood klaar is, prik dan even met een satéprikker. En klaar is je bananenbrood. Ziet hij er niet lekker uit? Weet je wat zo handig is aan zo'n bananenbrood? Je kan ook makkelijk plakjes invriezen. Dan heb je nog wat voor later. Bedankt voor het kijken naar deze video en vergeet vooral niet een duimpje omhoog te doen en abonneer op ons kanaal. Tot de volgende keer!